Kom dan. Wat zeg je? Hey, laat je even horen voor deze boot. Hey! Heel vet hoor. Dames en heren, jongens en meisjes, leuk jullie kijken naar een nieuwe video. En vandaag zijn we weer wakker geworden op Ibiza. Want we zijn nog steeds op vakantie. Vandaag wordt een fucking lijpe dag. Wat gaan we doen dan? We gaan op een hele grote boot varen vandaag. Vandaag gaan we varen met Gio, Jade, Hidde, Marije en alle gasten hier. En we hebben een hele vette boot geregeld en ik ben heel erg benieuwd hoe die er zo uit gaat zien. Dus we gaan er straks heen en dan gaan we kijken wat het wordt. Ga ik mijn moeder bellen, straks huilen. Mam, moet je kijken waar ik ben. Oh, die taxis zijn verschrikkelijk hier, hè? Echt verschrikkelijk. Shit, jongen. Elke keer als je hier een taxi wil bestellen, moet je echt 15 keer uitleggen wat een straatnaam is hier. En ze kunnen steeds niet vinden. En heel vaak... Hola, ¿cómo estás? Una taxi for 5 persons. No, one taxi for people. Okay. Calle del Algo 20. Two taxis. To Blue Marlin, two taxis. Okay, thank you. het is altijd zo snel. Ik spreek die naam ook al verkeerd uit. Calle del Algo. Nee, Canadel Agro is het. Maar ze komen wel steeds, dus dan is het prima. Kijk eens even, de coronaatjes gaan mee. De vodka. Het wordt een leuke dag, jongens. Het wordt een leuke dag. Oh. Goeie worp, Niek. Balletje mee. Jongens, dit kan een hele gezellige dag worden. Hey, Niek, ik moet wel zeggen, je hebt steeds van die hele goede Ibiza-outfitjes aan. Zo'n bloesie. Ja, ik weet niet waar deze is van deze, maar... Ja, leuk. Dat is ook goed. Dat is een goed blouse. Ik heb een blouse aan met schelpen erop. Maar ik had dus in mijn story een foto gezet in de spiegel dat we met z'n drieën stonden. En ik kreeg al gelijk van iemand die zei van, hey, ik heb precies hetzelfde blouse. Toevallig. Toevallig. Hoe vind je zelf wat het gaat? Niet goed. We zaten net letterlijk... Acht aanrijdingen. Bijna acht aanrijdingen al. We zaten net bijna aan de zijkant van een auto. Oh, ik zit helemaal met geknepen billetjes hier achterin. Maar goed, Niek. Dat is een andere reden. Laten we veilig aankomen. Scheiden, ja. Wat? Gewoon iets dwars. Oh, kijk, we zijn aangekomen bij het strand waar we worden opgehaald om naar de boot te gaan. Maar het is zo lekker weer vandaag. Ik heb er weer helemaal zin in, jongens. Lekker op een bootje. Maar niet helemaal zin in. Ik moet wel zeggen, ik ben wel een beetje misselijk geworden. Ik ook. Ja, maar weet je wat is? Ik word altijd misselijk in die fucking auto. Ja, maar helemaal als jij rijdt, word ik fucking misselijk. Ja, maar jij kan niet navigeren. Helemaal wel. Is het verkeerd gereden, hoor? Danny, kom! Dennert! Kom, Den! We mogen weer vandaag. We mogen weer vandaag? Ja, kom, Den. We gaan weer een leuke dag van maken. Ik ga mijn best doen. Jongens, hebben we er godverdomme zin in? Laat je even horen. Superveel. Laat je even horen voor de boot, jongens. Kijk eens even! Hey! Daar zijn we weer! Lekker! We gaan lekker de boot op vandaag, jongens. Hebben we er een beetje zin in? Ja, ik heb er zoveel zin in. Zal ik jou eens even overboord duwen? Zo, nou, dat moet je echt niet zeggen, hè? Want wie kan er wie nou overboord gooien? Kom dan! Wat zeg je? Zie je? Kijk, had ze plat. Den, goed je gordel vast doen, hè? Niet vallen. Wat hebben we hier nog nodig? Dit ziet er leuk uit, jongen. Daar gaat het volgende groepje. Jongens, succes! Laat je even horen, jongens. Hey. Laat je even horen voor de boot, hey! We gaan dus even allemaal in groepjes naar de boot. Omdat de boot is dus niet groot genoeg om met z'n allen tegelijk te gaan. Maar kijk jongens, daar ligt onze boot. En straks zien jullie hem van dichtbij. Hey, daar gaan we het. Op het bootje. Wat is de trainer blij? Ja, leuk heb ik. Je wordt zo vet dat ik mee mag met jullie. Ja, Pik. Tuurlijk. Dit maakt de vakantie af hoor. Dit is marketingteam, hè? Dit is het marketingteam. Kijk, het marketingteam doet veel meer dan alleen maar sporten. Daarom. Snap je? Dit zijn de benefits van het marketing. Ja. Wat? Daar gaan we op het bootje. Aangekomen. Hey. Laat je even horen. Hey. Wauw, jongens. Wat een boot. Fucking nice. We gaan de hele dag op deze boot chillen. Zo, hier kunnen we ook lekker chillen met z'n allen. Voor lachen. Helemaal top. We gaan naar de voorkant van de boot. Hier is dus ook nog een heel zonnedek. Maar oh mijn god, jongens. Wat is dit nice. We hebben deze hele boot voor onszelf. We gaan met deze boot naar Formentera. En Formentera is een klein eilandje iets verderop bij Ibiza. Daar is een hele mooie blauwe zee. En dan gaan we daar lekker liggen. Lekker wijntjes drinken. Lekker genieten. Want het is vakantie. Doorloopt. Hey Den, zit je weer lekker aan het werk, jongen? Hey, ik heb een paar sierpaarden. Hij doet het altijd alsof, man. Zeg maar, jij zet je camera aan en doet en dan zit hij aan het werken. Nee, hij zit hier al de hele tijd. Hij zit tekenen, man. Holy shit.
Je hebt hier dus blijkbaar 7 slaapkamers. Dat is bizar. Hè? Even kijken hoor. Oh, dat zit op slot. Hier, dit is een slaapkamer. Het is gewoon een hele woonkamer dit. Het is lijpouwen. Lijpouwen. Kijk eens even wat lekker jongens. We kunnen hier straks lekker op chillen, wijntje drinken. Helemaal top. Oh jongens, ik heb echt het gevoel dat mijn telefoon er vandaag in gaat vallen. Er gaat iets kwijtraken vandaag. Hey, laat je even horen voor deze boot. Hey! Oh nee, nee, nee. Laat zien wie ik een langer pt geef. Kom op, pak hem. Papa. Dit ziet gewoon uit als een hele slechte gay pornofilm. Hé, hey, ja luister, wij gingen gisteren de jacuzzi, toen kon je allemaal adult films kopen, allemaal pornofilms. Ja. Wat? Ja. In de jacuzzi ook ja, echt? Ja, allemaal gay sessies zo. Zo zijn we gekeken. Maar betaal je per film of per minuut? Healthy Bas, zet in die pizza, kom op. Kom op Sam, we moeten door. We never stop. We moeten door. Kom op, we never stop. Oké okay, Sam, bijdraaien push-ups, kom. Bijdraaien push-ups. En we gaan door. Kom op, Sam. Sam, kom gooi op. Hem eruit. Kom op, dit is jouw moment. Sam. Kom op, Sam. Never give up. Keep fighting. Kom op, met de klappen. Met de klappen, Sam. Met de klappen. Ah. Ja. Lekker, Sam. Ja. Healthy bastards in Ibiza, jongens. Nee, kan allemaal. Het kan allemaal. En we moeten natuurlijk wel een beetje kunnen flaneren op deze boot. Ja, maar dat bedoel ik. Maar nu gaan we wel gewoon met een lichte pont gaan wij nu gewoon... Gaan we lekker naar Formatera. Hey, let's go. Behind the gram. Ja, kom op, doe nou eens even of je het leuk, als ik het leuk vind. Ja, forceer je tieten even een beetje dan, kom op. Voor de vlag, toch? Ja. Wat wil je zeggen, Esmeer? Wat de fuck ben je aan het doen? Hij is helemaal van patjang. Daar gaan we. Oh, lekker, windje erbij. Ik heb een scheetje gelaten. Nee, Vin, kap even met vloggen. Ja, ik ben niet voor mijn rust. Nou, tief dan op van de boot. Anders had ik wel mijn vlog op vakantie gaan, ja? Zo, ik ga jou straks van die boot af tief jaren, dat is niet normaal. Doe. Anders krijgen we mij te maken. Oh ja. Oh ja. Iedereen begint ook gelijk te lachen. Je moet wel uitkijken. Ja, dat is wel echt waar. Holy shit. Het is wel veranderd hoor. Ja, man. Wel een beetje. Het is geïmplodeerd. Maar jongens, daar gaan we. Ik weet niet of jullie mij horen, want de wind is erg sterk. Maar moet je eens even kijken, jongens. Kijk, ze liggen dan. Topper. Oh, zo. Hey. Oh, kijk eens even. Cuties. Hey. Liggen jullie lekker, jongens? Onze grote vriend. Ja. Kijk eens, lekker allemaal lekker tennen, jongens. We moeten nog een beetje bruin worden. Ik ben nog niet heel bruin geworden. We zijn nu een paar dagen, maar pas sinds gisteren is er echt volle zon. Dus we gaan lekker bruin worden, hè, Sam? Lekker rood. Auw, fucker. Na deze boot ben je zwart. Ja. Echt, ik kom je ook niet zelf bellen. Ik heb mijn oude boek, hou ervan slagen. Hey. Hij wil te veel van mijn geld hebben. En we zijn nu op Ibiza en je jacht op voor mijn terra met Vince en Fabse. Hey. Goed hè? Nee! Lekker forsje. Even de buikster weghalen. Oké, okay, Sam. Ja, we worden opgehaald door het restaurant. Maak bro, even. Bro, can I go? Maar ja, dan zit je dan zei ik net op tafel, hè? Weet je wat, het zou mijn worst wezen. Ja, het zou mijn worst wezen. Het is 30 graden. Inderdaad. Let's go. Nou, Sam. Wat? Wat doet hij? Lekker Sam! Lekker Sam! Hey. We gaan nu naar het strand, want we hadden een reservering bij een restaurant. Alleen Sam die vond het een handig idee om nu nog te gaan springen in het water. Ja, thanks Luke. Sam, goed idee, maat. Ja, ja. Hey Sam, ik verwachtte dus echt een lijpe truc van jou. Was zo'n trucje toch? Je dook gewoon naar beneden. Ja, maar kijk, als ik een 3 dubbele kickflip, backflip, kurktrekker, gaatkazoo, breek mijn nek. Kijk die vissen hier, hele grote vissen. Zo! Het is wel echt lekker man, hier lekker blauwe lucht. Heerlijk! Zo zie je het van de zijkant, hoe de boot eruit ziet jongens. Hey. Koken boot zeg. Jezus. Is het goedgekeurd de boot? Nee, nog steeds niet. Nee, nog steeds niet? Nee, het is goed. Nee, het is goed. Neem er genoeg mee. Zo, moet je kijken in het water, jongens. Laat je even horen voor Formatera. Dan heb je goed bij. Hoe tropisch is dit? Laat je. Nou, eventjes. Verdomme. Horen voor Formatera, jongens. Laat het horen in de comments. Daar zijn we. Ik heb zin om lekker te eten, zei jij. Lekker eten, maar we gaan ook even een leuke, mooie rosé-fles kopen. Lekker.
Sam, ik ga echt niet drinken vandaag. Ja, maar ik zeg het elke dag. Kijk eens eventjes waar we zitten, jongens. Midden in de jungle. Hey. Nee, zeg maar, dit is geen jungle. Je hebt gewoon een strand hier. En dit zijn gewoon bomen die ze neergezet. En de jungle hebben ze ook gewoon niet echt hier geformateerd. Op formateel hadden ze toch wel jungle? Stil als een spot. Nee, ja, maar ik ben het is wel een jungle, maar dan moet je zeg maar even hier de broek in en dan... Oh. Dennis, wat doe je nou? Je mag dus zelf bepalen wat je wilt. Dus je krijgt een massage hier aan tafel en je mag zelf dus geven wat je ervoor over hebt. Ja, ja, de zon is goed. Oh, Den, kijk hem genieten, hé. Oh, Den. Oh, lekker zeg. Ah, jongens, kijk. Heerlijke flesje Miraval. Dit is wel echt een lekkere, jongens. Dit is echt... Ik heb er juist €350 voor betaald. Ik dacht, ik begin even rustig. Zo, jongen. Gio is zo'n big crack, dat is niet normaal. Ja, ik ga straks... Je hebt toch net een cola besteld? Ja, ja, ja. Van €27,50, ja. Oh, gast! Ja, ja, ja. Dit is bizar. Ja, ja, ja. Ze hebben plakplaatjes gekregen. Wat heb jij? Ja, dezelfde. De B. De B, jongen. Van Beast. Van Beast. Beast mode. Doe maar. Of zal ik hem zo schuin doen? Bro. Nou, stop. Zal ik hem zo schuin doen? Nee, daar is niet te groot voor. Dat kan niet. Oké, dan doe ik hem. Zo. Ja, doe hem daar. Wacht zo. Ja, kan wel zo. Het wordt wel heel koud dit. Ready? Ja. 3, 2, 1. Oh nee! Wat heb je gedaan? Ik even houden. Hey, fijne weg. Oh ja! Oh shit. Oh, hij is helemaal gelukt. Staat je wel, vind ik. Hé, hey boys, ja, moet hij echt een tattoo nemen? Ik vind het oprecht staan, man. Ja, dit is best wel hard, man. Ik zeg je eerlijk. Ziet het er hard uit? Ja, ik vind het ook wel hard. Je kan het wel hebben. Maar nu ga ik lekker jou zweten en mijn drankje doen. Deze guy gooit even het ijsblokje waar ik letterlijk, waar hij net deze tattoo mee heeft gezet, waar een zonneband overheen ging zweten, gooit hij even zijn rosé. Ja, zonder van het water anders. Can you make something? Sorry? Make a cook. What are you doing? Pino. Oh, de cocktail. Oh, nice. Do you want a Pinot Grigio? Huh? He's going to make you a Pinot Grigio. Especially for you. No. Yes. No. Doe maar. Hij komt eraan. En wat vind jij van de auto? Pino Colada. Pino Colada? Ah, ik bedoel Pino Colada. Ik bedoel Pino Colada, geen Pino Grigio. Kijk, wat het belangrijkste is, wat wil jij? Ik wil dat mijn neus er weer verandert, want dit ziet er niet meer uit, jongens. Nou, maar daarna wil ik gewoon super veel bier, eigenlijk. Bier? Ja, joh, ik zie het al aan jou ook. Corona. Coronatje. En Denner dan? En Denner? Oh, ja, Denner. Maar jongens, ik vind jou nu echt een rapper. Ja? Sam. Oh. What do you think of his tattoo? What do you think? For you. Not for you. Should we call him like Lil Vincent now? Like a rapper? Yeah. Lil Vincent, new rapper. Dit is hij. Kijk eens even. Dus. Je hebt hier een mooie tatoeage. Nee, maar mooi, nu, ja. Kijk eens even, we gaan naar beneden. Ik heb er ook eentje, jongens. Oh mijn god. Sam. Maar luister. Sam. Zoek de verschillen. Ik zie het niet ik meer, kan jongens. Niet vinden. Wat betekent die voor jou dan? Ja, broeder van een andere moeder. Die van mij ook. Ja, dit is Thais en dit is Spaans, snap je? Je moet wel een beetje multicultureel zijn, toch? Ja, ik vind het leuk. Ik vind het leuk. Ik vind het ook leuk. En ik ga hem echt zetten. Wat staat erbij? Als jij hem laat zetten, betaal ik hem. Oké, nou die staat op camera. Die staat op camera. Nee. Hou hem weg. Nee, ik heb hier. Gooi. Hey, oh, ja, nu gaat hij opeens alles vastpakken. Hey, je mag het best wel meegooien als je het gaat. Nee, dit ruikt naar die saus. Nee, Gio, gooi het weg. Nee, opflikken. Leuk is. We zitten weer op het kleine bootje en we gaan weer terug naar de grote boot. Hey. Let's go, wow. Hey. Woep. Let's go. Ja jongens, er zijn nu 3 andere boten bijgekomen en we gaan even een leuk feestje geven, guys. Jongens, zoals jullie zien, een hele vissen. Er zijn meerdere boten bijgekomen. Daar ook nog een boot, daar nog een boot. Wordt leuk jongens, wordt leuk. Hey maat, daar ga je. Woep. Lijp. Kijk ze gaan. Dat zijn lijpe dingen, dat is niet normaal. Hey. Hey, Vincent, laat je horen. Kijk ze gaan dan. Daar komt ie. Hey! Hoppa, lekker man. Heel vet hoor. Zo. Dit ding, dit meet is dus blijkbaar zien. Ja, ik kan niet meer onder water. Echt fucking ver, let op, daar gaan we. Dit is echt fucking vet.
Oké, jongens. Het begint al een beetje laat te worden. En wij gaan nu richting huis. Alle andere boten die zijn losgekoppeld. En wij gaan nu richting de stad, weer Ibiza Town. Maar jongens, wat was dit een lijffeest. Ik heb niet heel veel gefilmd. Aangezien er heel veel mensen waren. En misschien vinden die het niet chill om gefilmd te worden. Snap ik volledig. Maar wij gaan nu weer terug naar Ibiza Town. Moet je eens kijken hoe mooi. Ja, het uitzicht ook. En het uitzicht ook. Dus dankjewel voor het compliment. Dankjewel. Ja, je bent zo mooi. Zeg maar, kijk, daar is mooi uitzicht. Ja, maar dit is ongelooflijk. Het is ongelooflijk. Zo mooi hier. Niet, die wilde eerst niet eens meegaan. Moet je nagaan. Jij wilde eerst niet eens meegaan. Ik had het voor geen goud willen missen. Nee, daarom. Beter ben je meegegaan. Beter ben ik meegegaan, Peter. Beter. Zo. Ja. Het is alweer de volgende dag. Wij hebben gisteren echt een superleuk feest gehad op de boot. Maar op een gegeven moment dacht ik, jongens, ik kan gewoon niet meer vloggen. Er waren ook heel veel mensen die het niet chill vonden om op beeld te komen. Dus dat moet je dan gewoon respecteren. En op een gegeven moment dacht ik ook van, weet je wat, ik ga gewoon lekker feesten. En ik laat even mijn vlogcamera liggen. Maar goed, het is vandaag een nieuwe dag. En ik ga lekker relaxen en chillen. Maar vond je dit nou een leuke video? Laat een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan spreek ik jullie later.